Techniek? Ja, techniek. Wat is je naam, meneer? Gerard Vink. Gerard Vink. Komt u weer uit de buurt? Nee. Nee? Ja. Waar komt u vandaan? Alblasserwaard. Ja. En wat brengt u naar Breskens? De kaas. De kaas? Ja. En wat maakt uw kaas zo bijzonder? Alblasserwaard. Ja, 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 ja. De grond, ja, ja. En de koeien en alles wat er omheen hangt. Hè. Ja. Kijk, kaas is niet zomaar dat je uit de boom trekt. Hè. Dus, nee. Dat is wat je beleeft en wat je... Er worden 900 jaar kaas gemaakt bij ons. Ja, ja, ja. En dan heb je een hele goede kaas die smaakvol is en waar je ook mensen op terugkomen. Ja. Ik krijg hier mensen die zeggen van hey, uit Duitsland of uit Breskens. Hey, die kaasboer staat er weer. Ja. En heeft u veel klanten gehad vandaag op de paasmarkt in Breskens? Nou ja, kijk, het is... Je zoekt altijd redenen. Ja. En die redenen zijn niet altijd. Ik heb het goed gehad. Prima. Dankjewel. Ja. Dankjewel.